Ronald. Ja. Ik ga even naar voren rennen en ruilen met Penguin. Nog voor Penguin? Ja, Penguin moet naar mij. Kijk. Buig maar een beetje af naar links. Ik wil even in de bossen blijven. Ik hou zo van open gebied. Ah, daarom heel het Army of the Czech Republic. Zolang de Framer uit het huis, denk ik het best. Underrated het gewoon. Ja, dat is belangrijk. Screenshot! Screenshot! Haha! Lachen! Yay! Ik wil lachen. Waarom zou die allemaal stilstaan? Dat hij daarvan houdt. Ik heb mijn Army of the Czech Republic. Ik weet niet wie voor me loopt, maar hij is wel heel enthousiast door zijn wapen omhoog te houden. Heel goed. Contact! Oh, wow. Contact links. Oké, okay, vorm linie links. Zijn we al eens. Contact noord. Rifle, 75 meters left. Hebben jullie zicht op? Nee. Under fire! Ik heb shit. Mogelijk verder noordwest. Enemy fire! Bravo, kunnen jullie dekkingsvuur uitgeven terwijl Alpha een beetje optrekt? Alpha, kleine 100 meter optrekken en richting het gevaar keren in een linie SVP. Bravo, dekkingsvuur. Oké, okay, dus Alpha, we gaan een stukje naar het noorden. Tango down. Taking fire! Oh. Gewonden? Ja. Ja. Kom in. Nooit even. Oh, die ging iets te ver. Waarom kan ik niet lopen? Nou, release, oké. Okay. Ik moet op C drukken als het niet kan lopen. Ah, waar zit het? De rest van Bravo voor optrekken naar Alpha toe. Alpha dekkingsvuur. Euro. Ah, het ziet er toch wel fancy uit zo. Beetje een mystic bos. Sasha stealing my cover. Fuck off, mine. Nope. We gaan nog verder trekken. 12. Fall back. Oké, okay, laten we hier even uitzitten, kijken of we nog wat zien. Ik heb oost. West. Oh, zo dat. Return to formation. Maar dit is bij jullie die radio ook zo zacht. Heel top, wie is dat dan weer? Bij mij hoor ik amper wat als iemand uit schiet is. Random. Ja, denk ik. Niemand geluid nog harder? Ja, dat is wel vervelend met die radio. Ziet iemand nog iets? Ja, alleen random. Negatief. Oké, laten we de reis weer hervatten. Alpha, ga maar direct richting IRV1. Sas, wat doen we met die random? Je kan hem kicken. Dus hackje kick player name toch? Yes. Kan ook J drukken,
players op zijn naam klikken en dan kick. Dan log ook gelijk de server dan. Met hekje lock inderdaad. Of... Nou gaan we hobbelen. Alpha begin maar alvast, braaf volgt wel. 12, return to formation. Zal ik het anders even doen? Nee, hij is al weg. Vergeet niet te lokken. Is er gewoon hekje lock? Bravo, we gaan zijn aan het lopen. Laten we bijtrekken. Sas. Yo. Hekje lock, toch? Ja. Dan is die nou gelokt. Voel me aan de ene kant wel altijd zo'n bad guy als ik zoiets doe. Maar ja. We komen nu in vanuit het zuidwesten, hè? Ja, weet ik. Klas van het zuiden, ja, oké. Okay. Is geen issue. Ik heb hele vreemde spikes dat mijn frames ineens droppen. Het is echt super waas. Ja, we hebben hem toch echt genoeg getest, lijkt mij. Nee, dat is met mij per se. Dat heeft hij ook gewoon als ik vanilla speel ofzo. Eenmaal bij IRV1 gewoon richting het noorden lopen. Pingwin. Wil één lange linie? Hier? Nee. Gewoon. Nee? Oké. Okay. Grasmaat. Grasmaat. Ja. Yeah. Kan je verzoekje om pas mensen op te lappen wanneer we het vuurvecht gewonnen hebben? Anders missen we twee wapens namelijk. Porch. Oké, halt. Enemy spotted. Man, 400 meters north. Alpha en Bravo, jullie kunnen naar jullie respectievelijke markers gaan. Probeer zoveel mogelijk in dekking te blijven totdat wij het initiatief nemen. Kopie. Nou, daar hebben we het. Sasha? Yes? Jij doet ook VTH Alpha of? Dat mag jij doen. Oké, nee, prima. Je hebt het initiatief al genomen. Ik hobbel wel met Bravo mee. Ik zie dat je geraakt bent, Adlon. Wat? Nee, je bent geraakt, komt zo al. Oh ja, toen straks. Ja. Ik meende dat ik mezelf ook weer had opgelapt. Want ik kan me niet treaten. Autootje. Ja, kom straks al, joh. Dan doen we wel zo eens liggen te wachten. Nimster, Bravo die is nu naar beneden aan het kruipen. Naar beneden aan het kruipen. Kan jij zorgen dat je higher ground blijft houden ten opzichte van de brug? Of het begin? Ik heb drie vijanden gesloten midden op de brug. Oh, het staan ze daar fijn in het licht. Ja, inderdaad. Diegene die achter mij loopt, die moet geheeld worden. Ja, vreemd.
Hosselen we straks wel. Waarom kruik de voorste en de rest niet? Volgens mij kun je welke hurk naar voren. Nee, ik zie hier dan een voertuig. Hoi. Doe de baas staan. Allemaal even op linie liggen en proberen zoveel mogelijk zicht te houden. Precies. Eén voertuig gespot met heavy machine gun achterin. Bravo, kom hier op linie richting de brug. Alpha, wat jullie staat er? Aklaal. Hier Alpha, we zijn op het RV-punt te observeren. Yeah. Hebben jullie een beetje zicht op het begin van de brug? Dat is ook goede camouflage, hè? Vanaf hier hebben we inderdaad wel zicht, ja. Oké, mooi. Jongens, een beetje uitspreiden, hè? Ja, bedankt. Jongens, hebben jullie allemaal zicht erop? Yep, drie vijanden. Oké. Alpha, open vuur. Bravo, open vuur. Rifle, 100 meters front. Weer de vrouw hier. Alpha, heb je zicht op de vijand op de brug? Hier Alpha, we hebben een stuk of vier tangles op de brug uitgezakeld, hoor. Oké, dank je. Bravo zal nu richting beneden gaan in linie. Kunnen jullie overwatch houden? Hier Alpha, Roger. Oké, Bravo, linie. Langs of vooruit. Unknown contact, 400 meters, bearing 330. Auto. Ik heb een technical spot aan de noordelijke oever. Gezien. Jetlag clear. Kun je markeren op de map? Hij rijdt een patrouille, dat is een beetje lastig. Oké. Bravo, is het kampement veiliggesteld? Er zit nog iemand achter het stuur. Aan de overkant, twee man sowieso. Penguin. Ja? Stel die auto veilig. Roger. Trace. Yes. Kun jij op de gunner? Die is neer. Oké, Penguin, ik wil jou links van de brug bij de oever hebben, spottend. Samen met Grasmat, Outlaw en Arthur rechts. Van de brug. Even Sas. Ja? Als je gebruik kan maken van die auto, ik denk dat je niet die ton omver kan rijden. Patrouille links van de brug. Middel de brug. Ja, dat maakt niet uit. We gebruiken het voor nu als cover, dat is geen issue. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Bravo, als jullie wat zien, markeer op de kaart SVP. Oh, ik markeer die patrouille wel. Heb je hem al? Ja, ik heb hem al. Ja, patrouille overkant. Drie man sowieso. Alpha, zien jullie vanaf jullie positie nog iets van activiteit aan de noordelijke oever? Hier Alpha, we hebben momenteel een patrouille gezien op 320 nog. Dat riep ik al twee keer, maar goed. Ja, dat hoort hij toch niet? Dat is zeker waar. Zien jullie nog iets anders? Hoe deploy je ook weer je weapon? Want het is geen shift space bij mij. Tenminste, ik heb hem op tap staan, maar ligt er aan waar jij hem op hebt. Welke keybind valt hij onder?
Ja, ik heb hem op tab gezet, maar anders was Ctrl Shift of zo of Alt Spatie. Grasmat. Ja. Oké, even aan de rechterkant van de brug een oogje houden. Oh, oké, okay. Ja, tuurlijk joh. Alpha, trek maar bij. Wat ben ik aan het doen? Dus we hebben één technical die hier rondraast. Ja. Emma 90 bij Town Square, zie ik op de kaart. Sasha, herhaal laatste. Alpha, trek me bij. Oh, sorry, oké. Okay. Op 345 lopen ook troepen. Gezien. Als het nog niet gemarkeerd is. Ja, die zijn al gemarkeerd. Dat is naast de brug. Okay. Unknown contact, 300 meters bearing 345. Wie heeft de AT hier eigenlijk? Zeker Alpha of niet? Rood is Bravo. Nee, wie heeft de AT? Is dat Alpha? Ik geloof het wel. Als er hier niemand heeft, dan heeft inderdaad Alpha AT. Hallo! Waar kom jij vandaan? Ja, Alpha trekt maar bij, dus ik trek bij. Ah, oké. Maar de rest, ik weet niet. Ik heb echt hele bizarre massive framerate issues op een of andere manier. Ik niet. De technical was stil gaan staan op 278. En nu weer. Hier, dat is AT. Neemster. Yo. Zien jij de AT'er bent, wil ik dat jij je vuurteam over de brug neemt, terwijl wij dekken. Copy. Dat was een mooi gat. Er rijdt een technical en er is een patrouille. Geef even over de radio aan wanneer die patrouille een dreiging schijnt te vormen. Dus we proberen van vier uit te schakelen. Oké, die patrouille bij het Witte Huis willen we, ja, toch? Ja, precies. Okay. Probeer ook, als je daar bent, die technical met je AT-wapentje uit te schakelen. Want dan is dat weer een zorg minder, zeg maar. Ja. Alpha, verzamelen bij de brug. Is er nog menig persoon die gewond is geraakt? Of gewond? Oké, zelfde order of march. Trash? Ja? Diephuis, ik ga er weer voorop. Go. Ik verplaats even de auto. Is goed, ik blijf gewoon achterop staan. Er is namelijk een technical aan de overkant van de weg. En een patrouille. Ja. Aan de overkant van de brug, bedoel ik. Om die straks uit te schakelen. Kan je ze raken, denk je? Ik ga kijken. Komen ze van links naar de brug? Of? Ze zijn links van de brug bij het Witte Huis ongeveer. Ja, wat je nu door die brug geraamte ziet. Neem het er, we missen Oudenburg volgens mij. Nee, ik niet. Nee, Oudenburg. Wie dan? Ja. Ja, hij staat hier bij me. Hij moet even optrekken. Oudenburg. Oké, wij gaan gewoon door hoor. Ze zitten al sitting ducks hier op de brug, dus. Nee, die hadden de brug over. Ja, oversteken jongen. Ups. Iemand heeft een open mic. Dus ik even een duwtje geven. Ja, precies. Dat is mooi dat ik een rangefinder heb. Volgens mij hebben we die allemaal. Oh. Alpha, kan je een positie beveiligen, zodat Bravo kan bijtrekken? Hier Alpha, Roger. Rally up! Voertuig noordoostelijk van Alpha. Noordoostelijk? Backblast! Een klein station. Oei! Daar gaat hij naar T. Kan jij die auto raken? Nee. Meerdere voertuigen. Ik kan hem raken vanaf hier zo. Ja, hij zit naar bij de train station. Ik shift even de voertuig.
Kan je het zien? Oké, hier Alpha, we zitten direct rechts van de brug, achter de greppel. Ik zie Alpha bij het loading dock. Achter een muur, ik kan wel koppelduur gaan. Er staat een voertuig. Thuis, wacht even. Roger. Voor daar uit de schakel. Het voertuig rechts van de brug is er neer. Mogelijk rijdt er nog eentje rond. Oké, Stapelpoort, wij komen eraan. Ik denk dat die patrouille links in het centrum nu wel die kant op zou komen. Archie. Yep. Kan jij als driver instappen van de technical? Gotcha. De rest van Bravo, linie over de brug heen. Voertuig volgt. Niemand achter het voertuig. Oké. Linie jongens, chop chop. Ja, we wachten op jou. Ik loop waar ik wil. Ga maar lopen, joh. Ik geef ze even naar voren. Baas. Rally up. Even hard lopen. 7, fall back. We steken nu over. Sassi, kun je niet door met je auto? Daar gaan we snel genoeg achter komen. Please don't hit me. Ik had het al geprobeerd. Je hebt het uiteindelijk toch wel voor elkaar gekregen om zo weer op te gooien. Therese, kan je links van de ton voorbij rijden? Archie. Ja, maar de units die kunnen naar beneden vallen. Ja. Ja. Kijk, is geen issue. Vijand gezien, links. Break. Archie, Trace, links van de brug op de weg, technical. Witte technical. Nice. User left your channel. Heb je weinig vermogen? User joined. Nee, ik rij langzaam door, maar ik zie dat de hull en de engines licht beschadigd zijn. Yes. Nou, jullie raden nooit wie van de brug is afgeflikkerd. No idea. Jij. Ik dus inderdaad. Lekker bezig. Heb je beentjes gebroken, Jochen? Nee, niks aan hand, joh. Dat is ook niet spannend. Alfa, zie je de witte huis aan de linkerkant? Gezien. Kan jij daar met je vuurteam naartoe? Dan houden wij Overwatch. Probeer een beetje eyes on te krijgen van wat er in de straat gebeurt. Kom niet te dicht bij het wrak van het brandje. Doet ouw, vuur doet ouw, jongens. Kun je die auto misschien een match of 10, 15 naar voren plaatsen? Dat ik iets meer zicht op de... Zul je zien dat er nu zo'n boot vol komt, gewoon zo'n hele boot vol met gekke... Hoe heet die gasten ook weer? Somaliërs. Nee, niet Somaliërs. Piraten. Wow. Schoten. Ik ga ervan uit dat het helemaal uit het westen komt. Crap. Ik stond net uit. Bravo. Krijgen contact vanuit het noordwesten, over. Noordwest. Oké, zoek dekking, wij trekken bij. Archie, Trace, even aansluiten bij Alpha, Bravo, wij gaan naar de muur links. Yo, onder vuur. Echt waar? Contact noordwest. Target neutralized.
Bravo, linie noord-noordwest in de open. Red ik. Komt zo, komt zo. Enemy fire! Jongens. Ja? Linie. Ja nog. Noord-noordwest, straat volgen. Dat je. Kijk, ik zag net nog een gozer daar zuidwestelijk van ons. Alfa, heb jij een beetje zicht op de straat links van onze positie? Hier, Alfa, we zitten nu ten noordwesten van het witte gebouw. Daar kunnen we niet in, maar we zitten nu op de straat. En Bravo, iedereen oké? Okay? Noordwest is clear. Yep. Medic. Wie roept dat? Penguin. Waar is die? Ja, hier. Achter je. Vijand gezien op links, op de oost. Alfa, kan je even terugtrekken naar de zuidelijke kant van het witte pand SVP? Wie rent daarover? Friendly. Copy. Zo, friendly's voor ons. Ja. Oh. Schoten van zuidwesten. Ten zuidwesten van onze positie in de straat schiet nog iemand op ons. Heb jij er zicht op? Ik zie niks. Outlock, even kijken. Negatief, we zitten nu noordwest van jullie. Oké, pak even die straat en hou die straat ten noordwest in de gaten, terwijl wij het zuidwesten in de gaten houden. Take it fire! Enemy fire! Reloading. Oh, fuck, telefoon! Jongens, ik heb er schoten van, ik weet alleen niet waar. Heb je West, zuidwest. Oh, okay. Dat Alpha is er nu op aan het schieten, een stukje verderop in de straat. Oké, Bravo, on me, wij trekken verder richting het zuidwesten achter deze muur. Trace. Yes. Ik zie je VTL bent, kan jij zorgen dat je daar aan het eind van de muur even halt houdt, dan trek ik met Alpha bij. Oké, copy. Oké. Oude Burg, kan je even aansluiten? Sascha. Yes. Ja, kom eraan. We kunnen naar het noordwesten gaan als je wil. Ik wil even eerst via het zuidwesten. Anders splitsen we te ver af van Bravo namelijk. Ja, Roger. Als we een stukje backtracken richting deze weg, dan lopen we die af. Okay. Bravo is nu midden op de weg positioneerd, dus je hebt wel een redelijk goede uitzicht over alles. Oké, waar wil je bij langs gaan? Gewoon hier aan deze kant van de weg, de stoep hier. Ja, oké. Okay. Gewoon langs de voren. Oké, Alpha, let's go. Bravo is bij het einde van de weg. Ja, let's go, Alpha. Bravo, probeer overwoordpositie aan te houden. Alpha komt in jullie zicht binnenkort. Alfa, stop me hier. Even kaart, we zijn nu daar. Town Square. Alfa, Bravo, jullie zien de weg die nu richting het noordwesten gaan, waar wij nu staan. Bravo, yes. Copy, ja. Oké, Alfa rechts, Bravo links van deze weg. We gaan langzaam naar voren. Oké, wacht even tot we links van bij de muur zijn, graag. Oké. Oké, één tango gezien bij het kamernet. Oké. Vijand gezien achter ons, hoofd. Ja, schakel maar uit, Renald. Fuck hem. Ik ga even kijken of ik even een betere positie kan vinden met Bravo. Bravo, aan de andere kant van de muur zie ik een opening in de huis. Kun jij ongemerkt aan de andere kant van de muur komen, zonder op deze straat te komen?
Achter het beige muurtje. Sorry, ik bedoel de Bravo. Ja, dat ben ik. Bravo, aan de andere kant van het beige muurtje heb je een opening. Kunnen jullie daarin komen? Kun je een beetje zicht krijgen op de dorp? Fuck it. I'll do it live. We'll do it live. Ja, precies. We moeten even kijken of hier rechts ergens een inham. Dat weet dat zien. De andere helft van Bravo zit hier al. Ja, weet ik. Hallo, andere helft. Die is met een enemy hier door de poort. Wel. Ja. Oké, kunnen jullie eyes on grasmat even terugtrekken? Oké. Jongens. Ja? Kunnen jullie iets zien hier? Kunnen jullie dekkingsvuur uitgeven vanaf deze opening? We gaan kijken. Ik heb zicht op één van de Fennex, twee van de Fennex. Oké. En de MH90. Oké, Penguin Trace, jullie houden deze opening hier in de gaten. Archie Outlaw, jullie gaan rechts hiervan aan de straatkant. Grasmat, jij blijft even bij mij. Double stacking, hierzo. Nee, Outlaw, ga maar naast Archie liggen. Waar ligt Archie ook alweer? Voor je neus. Op de hoek. Oh. Ik zei ze. Oh, hoi. Hi. Alpha, is het mogelijk voor jullie om even te backtracken? Want ik zie verderop in de straat, in het gebouw, een opening namelijk. Wacht, we krijgen net contact uit het noordoosten. Ik word beschoten. Wel mooi, hoor je van piew, 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 do. Einde vuur gegeten. Oké, jij is de rest van Nee, het is gewoon regular shit. Ik vind het zo lastig om mijn computer de hele tijd zo'n enorme lag spike krijgt. Ik weet ook niet waarom dat is, man. De zee. Of die rivier ding. Driver misschien. Ik heb het gelassen. Ik denk dat mijn computer weer ongeveer 23 dagen aanstaat. Sasha. Sasha, wat wil je doen met het afval? Alpha, trek richting het noordoosten. Ga dan de eerste links. Dan heb je op een gegeven moment aan de linkerkant een opening in de muur. En dan kom je bij een soort van tunneltje, een poortje onder het gebouw door. Heb je ietsje beter zicht op de plein. Treasure. Komen ze bij ons voor langs. Grasmat. Ja. Kan jij Outlaw kijken of je hem kan bannetje? Want... Nee, Outlaw. Roep je naam. Nou, alweer. Ja. Andere. Die ergens? Ja, die. Ja. Ja, ik ga gewoon op naam af. Arme. Moet geen woord schreeuwen. Je hebt player tags, hè, als het goed is. Ja, maar die ging zo vreselijk mijn oogbal verkrachten. Druk anders het schoolgebouw innemen. Ook niet van. Het ziet er niet uit. Ze zitten nu ook even naar te kijken, eigenlijk. Naar wat? Het schoolgebouw er verderop. Je hebt alleen een deurtje aan de zijkant, maar dat stelt zichzelf alweer iets te veel bloot. Het ziekenhuis of zo is het, ja, toch? De brandweerziekenhuis ding. Ja, misschien kunnen ze via de ladder op het dak komen. Ja, dat is echt death trap dat. slecht idee. Alpha, lukt het? Alpha in positie. Even wennen, het zijn natuurlijk allemaal twee gebouwen dit. Ja, precies. Yep. Alpha, 80% kan je niet in. Overwatch, Bravo gaat nu langzaam naar voren kruipen. Bravo, langzaam naar voren kruipen. Probeer alles te schieten waar je wat je kan vinden. Jee. Zicht op Fennex. Ja, daar gaat het even niet om. Er zijn nog wat tango's hier, her en der. Tango. Laat je Artje nou alleen, Outlaw? Nee. Ik zit hier zo. Ja. Ik heb ogen min mooi. Dat is wel een mooi autootje. Bij de NH90. Niemand ziet tango's? Nee. Ik kijk wel bij de NH90. Oké, schakel hem uit. Nice.
staat ze op te wachten. Ja, maar je ziet opeens allemaal lichtflits uit een of andere gangje hier komen. Archie, Outlaw, wij gaan. Jullie gaan bounden met Penguin en Trace. Richting het gras voor ons. Go. Archie en Outlaw eerst. Copy. Let's go. Grasmat? Ja. Jij doet voor een deel de security, hè? Dus probeer alles achter ons in de gaten te houden. Oei. Outlaw Archie, vind maar een leuke plek om te campen. Zie jij die bankjes voor? Gewoon even bij die kerk ja. Zitten. Oké, okay, gaan we trek daar zo naartoe. En vanaf daaruit gaan we een sterke gebied innemen. Geen veel donker te worden. Positie. Ping, Trace, zoek een leuk plekje bij de bankjes. Tango's gezien bij het vuur, copy. Uitschakelen. Hahaha. Wat gebeurt er? Hij ligt links van die ton. Oh damn. Pardon. Oepsie daisy. Zou jij links gaan? Alpha, kan jij via de straatkant het schoolgebouw in het noordwesten bezetten? Goed. Hier Alpha, Roger. Sorry. Weer. Gras, trek voorbij. Yeah. Oh. Schoot uit het westen. Bravo, linie richting het westen. Ja, dank je. Grasmat, on me. Yes. Eeuw. Volg jou wel, baas. Okay. Hey, een helikopter. Bravo, verschans je even tussen de ammo crates en de overige spullen. We moeten even vasthouden totdat Alpha in positie is. Is iedereen night vision op ofzo? Of, Ja, nu wel. Ik heb hem ook maar net aangeklikt. Nee, nee, ik ook. Iedereen, iedereen heeft toch night vision? Ja, maar ik gebruik hem niet. Maar ik heb het ook niet gebruikt. Nou ja, ik zie al heel weinig. Ik heb hem ook net aangeklikt. Ik vind het nog best wel licht hoor. Alpha, heb je nog een beetje goede overzicht over het plein en de omgeving? Het zal wel een video setting zijn. Hier Alpha, wacht uit, we zijn momenteel bezig met een goede vraag naar schoolgebouw wonen. Oh, schoolgebouw, oké. Okay. Je kan het echt, iedereen doet het anders. Stadhuis, schoolgebouw. Ja, ik weet ook niet meer wat het is. Wie is de demo specialist hier eigenlijk? Ik, dacht ik. Weet je zeker? Hier Alpha, in positie. Ja. We hebben goed zicht op het plein. Oké, okay, dank je. Kan je jouw explosive specialist even onze kant op sturen? Wij zijn ten zuiden van het, stad, van het beeld, standbeeld. Outlaw. Ja? Explosive charge NH90. Oké. Okay. Of twee handgranaten. De explosive ja. Charge, explosive, explosive. Sean, dus gewoon even... Oh, oké. Okay. Gewoon pakken wat je pakken kan. Nee, jongens, patrouilles, live, dingen pakken. Ik check wel even hier zo aan de andere kant. Reynolds, jij bent van Alpha? Ja, ik meld kan me hierbij. Kan je twee explosive charges bij deze auto's neerzetten? Wat je? Auto's, weet je hoeveel geplaste geld hier weer weg aan het gooien bent, Sascha? Boeien? Dat is allemaal Altis dollars. Huh? We hebben hartstikke veel mensen, alle ja. Mensen in Altis veel belasting voor betaald. Ja. Reynolds, blijf jij even hier? Ja. Sas? Oké. Okay. Yes? Mensen kunnen hier gewoon... MO resupplyen. MO resupplyen. Ja, weet ik. Oké. Okay. Bravo. Resupply bij de MO crates die we gevonden hebben. Alpha, hou wachten. Je zit in een of ander. Als jij nog wat ammo nodig hebt, dan kan je het nu halen, Grasman. Ja, van andere wapens of zo. Ga ik bij mij ze healen zo. Wat zei? Tuurlijk, best parkeren. Grasman, kan je rent even healen?
Ja, tuurlijk. Hoor je me niet? Hallo? Ja, hoi. Oh, oké. Okay. Ik ben er net een keer geraakt. Reynolds. Blijf staan met je hoofd. Heb je nou geheeld of? Ja, volgens mij heb ik je geheeld. Reynolds. Trace, Penguin, 30 ja. seconden. Hier heb je nog een kist met ammo voor explosives. Ja. Nee. Hey, bedankt, graag nog. 30 seconden voor. No prop. No props. Oké, okay, bedankt. No props. Moet je een kleine kistje hebben. Bij, bravo, neem weer oude position. Kleine kistje. Alpha, jullie kunnen ook gaan restocken, zeg maar. Oké, hier Alpha, we komen eraan. Er zit zo'n een of ander raar issue hier. Oké, bravo, weer verspreiden rondom voor Alpha. Staat, dan valt die boom om en dan flikkert het hele camouflage naar beneden. Wat? Heb je dat gehoord? Nee. Trace, kan je het herhalen? Outlaw hoorde het niet. Bravo, verspreiden rondom maken voor Alpha. Oké, okay, Alpha, check je ammo. Zet ammo in de fennec. Nee, er zijn drie crates. Oké, zet ook ammo in de fennec namelijk. Ja, maar. Maakt niet uit, gaan we toch opblazen. Gasman, een stukje terugtrekken. best wel belangrijk voor ons. Nee, ik weet het. Het is wel heel belangrijk. De samenleving, dat is waar. Nou, je doet bedrijfsadministratie, zo belangrijk is het ook weer niet. Bedrijfseconomie, Sorry, als administrator. Ja, administrator is MBO. Bedrijfseconomie, HBO. Dus. It's a big deal for me. Dat is het enige ding waar ik aan vast kan houden. Klaar jongens? Ik ben klaar. Oké, Alpha, bravo. We trekken terug richting het zuidoosten bij de opening waar we juist vandaan kwamen. Alpha eerst. Als je klaar bent, aan de linkerkant van de weg. Oké, bravo. Klaarmaken voor terugtrek. Dat betekent reloaden, zeg maar. Hey. Ik heb nog mijn niks weggeschoten hier. Viel wel mee. Already. Oké, okay, bravo gaan. Stormbom. Gingen wij nou hier door die opening? Ja. Is veiliger. Inderdaad. Oeps. Kunnen demo-specialisten hun ding doen? Yay. Yo, ik ben daar. Hallo, Oh, yeah. Ik had net een screenshot van willen maken. Bingo. Oh, dan moet je even en zeggen. En daar gaat de flamer uit. Straks kun je een hele mooie screenshot maken. Waar smog, waar van bijtrekker. Check die smoke lamp. Ah ja, inderdaad. Toen was er licht. Yeah. Yeah, fuck dat. Hey, het is weer toch. Let there be light. Alpha, kun je naar de overkant van de straat achter die muren komen? Bravo, dekking. We gaan terug over de brug richting IRV1 en dan richting de kolonel die we uit moeten schakelen. Er staat hier nog eentje van Alpha, of heb ik dat mis? Nee, er staat hier een van Alpha bij ons. Oeps. Verkeerde je mag weer terug naar de waterkant. Oké, bravo, wij volgen en wij trekken door richting de brug. Alpha dekt ons. Go, go, go.
Of het ligt aan mij of mensen zijn snel nachtblind hier zo, omdat ze allemaal met night vision zitten. Ja, ik heb ook een night vision op hoor. Heerlijk. Ik vind het toch wel meevallen hoor. Ja, het ligt echt aan je video zetten. Ja, neemster. Ik zal denk ik aan je video instellingen liggen. Ja, we rennen even door tot aan de brug. Tenminste, brave, rent even door tot aan de brug. Alpha, je kunt hem bijtrekken, dan steken wij weer gewoon over met Bravo en dan Alpha achterblijven, etcetera. En door naar IRV1. Oké, zeg maar wanneer we bij kunnen trekken. Is goed. Bravo, stel de begin van die brug veilig, dan trekt Alpha zo bij. Bravo, copy. Dat is echt een mooie map zo, moet ik zeggen. Ja. Nou, Pingwin, je moet dingen veiligstellen, jongen. Moet wat doen? De brug veiligstellen. Oh jee. Nee, ik ben Bravo, toch? Ja, Bravo stelt veilig. Oké. Okay. Bravo stelt de brug veilig, Alpha trekt bij. Dus, chop. De brug is wel veilig. Waar wil je dan heen gaan? De brug! Oké, okay, ja, maar waar is de rest in godsnaam? Hier, Alpha, Roger. Waarom zijn wij de enige twee? Plus een of andere... Oh, dank je. Hier zijn ze. Bravo, die moest naar voren. Bravo, neem de positie in van Alpha. Archie en Trace, jullie zijn weer de voertuigcombinatie. Catch up. Oké, Bravo, we steken weer over. We gaan terug richting IRV1, jongens. Oh, je hebt een sniper. Is dat zo? PKP, laat maar, nee. Nee, laat maar zitten inderdaad. Ah, oh, maar. Komen ze nou deze kant op, die smurf, of niet? Ja, weet ik niet. Lukt het met de auto? Het lijkt alsof het een duur was. Auto is nu onderweg. Bravo, jullie moeten ook mee, hè? We steken over, Bravo. Bravo, copy. Later, ik ga geen sitting duck meer zijn. Geen zin meer in. Nou, we zijn met z'n tweeën overlevend wel, joh. Auto, kan je even accelereren, bijtrekken en dan aan het eind van de brug naar links? Mijn wagen heeft motorproblemen, dus dit is de maximum snelheid. Voor, fall back! Nee, het hoor, ik doe gewoon voorzichtig. Snel genoeg. Seven, return to formation! Archie, jij rijdt, hè? Yep. Oké, okay, we gaan de kustlijn volgen richting de kolonel. Yes. Is dit alles van Bravo? Schijnbaar. Nee, ja. Dat kan niet. Jawel, ze trainen de auto. Dat is waar. Bravo, dek even de oever. Alpha, trek maar bij. Motorstatus van de technical is wel rood, dus... Serieus? Yep. Kut. Dus ik weet niet hoe lang het deze nog gaat trekken. Nou, ik weet niet of je ermee nog de heuvel op komt. Nee, waarschijnlijk niet, joh. Ik kan proberen. Stap maar uit.
We kunnen proberen, dus... Oké. Okay. Kan je even de kaart erbij pakken? Ja. Oké. Okay. Volg even voorlopig even de kust. Daarna richting het oosten, via het open veld. Dan moet je een klein stukje bos penetreren hier zo. Dat beginstukje daar zo. Ja, waar ik de twee puntjes neergezet heb. Oké. Okay. Het is eigenlijk de... We moeten even kijken of we richting de kolonel kunnen gaan vanaf hier. Met de auto dan tussen de bomen doorrijden. Half voorbij. Alfa, zien jullie de twee punten op de kaart? Ja. Ja. Ga maar in de Tango Down Tactical Blob formatie die kant op. Tactical Blob. Oké, Alfa voorwaarts, richting oost. Go. De auto gaat voor trouwens, sorry. Ik vergeet het te melden. Oké. Okay. Jij gaat leiden, Archie. Catch up. Oké, Bravo volgt. Komt die weer? Komt goed. Bravo voorop. Ja, Alfa voorop, daarna Bravo. Ah, oké, okay. Volgens mij gaat Bravo nu voorop. Ja, mij echt niet uit. Ja, het is alleen de auto wat nu voorop gaat, hè. Dat maakt niet uit. Ik moet wel even zeggen waar ik zo meteen kan. Gewoon erachteraan lopen. No pressure, Archie, no pressure. Ja, nu moet ik mijn night vision wel aan hebben. Oh, nu pas. Ja, en nu lopen we ook echt gewoon helemaal in de schaduw. Net was het, ja, toch best wel licht. Mm-hmm. Nou, ik had eigenlijk even iets uit willen stellen. Dat het nu nog niet mogelijk was. Weet je waar gebruik moeten maken van Zeus? Overrated. Ik neem even een aanloop. Aanloop, schmaanloop. Ik heb helemaal nog net dat ik nu niet gaat werken, dit. Ja, heel wel. Just het. Ik kan zeker niet dat die motor al helemaal naar de kloot is. Ja. Moet even duwen. Ja, moet je even omroepen dat Alfa moet gaan duwen. Ja. Ja, dat wordt straks helemaal lachen met Arthur. Want die moet dus tussen bomen gaan doorrijden. Er zijn niet heel veel mensen die dat kunnen. Bij Tango Down. En één daarvan ben ik. Jij bent degene die het niet kan? Ja, ik kan het wel. Weet je hoe vaak ik Escape Chernobyl gespeeld heb? I grandfathered door bossen heen rijden met auto's. Oh ja, dat is slim, ja. Ja, dat probleem heb ik ook, Katje. Damn. Dat zijn we door, hoor. Oké, stap maar in, rij maar door. Ja, ik dacht, we wachten hier even op jullie. Ja, goh. Ja, boeien. Maar dat kan je bijvoorbeeld niet doen bij een SOS-scope of zo. Een sniper-scope, ja. Diephuis, voorste man, een auto, SVP, recht op de volgende objective af, SVP. Corrigeer daar waar, daar wat moet. Ja,
vrij stijl hier. Anders buig toch gewoon een stuk naar rechts af. Dan ga je door de bomen heen. Door de bossen. Ik weet het dat die auto straks in de fik vliegt. Ik zit even te kijken, ik zie helemaal niks daar, jongen. Aan de overkant. Oh, ik zie wel heel veel lichtgevende boompjes. Alpha Bravo, kan je een kleine 100 meter naar rechts shiften zodat we ietsje meer boven zijn? Want nu wordt het wel erg stijl namelijk. Diephuis. Ja. Heb jij nog zicht op het voertuig? Ik hoor ze. Ja, dat. Ik had net nog zicht op. Ik zag de rode lichtjes, maar die ben ik inmiddels kwijt. Ergens direct Trace, oost. Wat is jullie positie? Ah, daar ben ik ook. Gewoon doorlopen dus. Leven. Zo beter. Eigenlijk wel, ja. Kijk even wat min. Oké, trek me door, Archie. Ja, die voor mij loopt ook gebukt. Wauw. En wat is tactical blokformatie? Wat denk je? Archie, halt. Zie je die auto daar vervolgens beneden? Daar moeten we even op aansluiten. Paul Oost. Arthur, we sluiten even aan. Kan je de auto even stilzetten? Copy. Sluit nog aan bij de auto, jongen. Komt goed. Ja, precies op dat. Antje, ga maar rijden, de rest volgt wel. Catch him. What the fuck? Arthur, kan je richting de ERV2 marker rijden? We doen ons best. Het is wel cute dit. Heren, het ten zuiden van ons. Kom eens achter mij lopen. Penguin Outlaw. Ziet er mooi uit. Ga eens even terug de formatie in. Oh, we hadden een formatie. Ja, okay. Yeah. gewoon een, hoe heet het, column. We hadden een hele mooie single file column. Prachtig. Hier Trace en Archie, wij naderen RV2. Oké, bedankt. Alpha Bravo, zodra je bij de voertuig bent, 360.
Westbound volgens mij. Paul Oost, van onze positie. Paul Oost. Ben je zelf in gevaar? Nee, dat negatief. Ze zien ons niet. Oh, oh, wow, oh, oh, contact. Oh, oh, under fire! Under fire! Alpha, Bravo, under linie Oost, het vuur openen. Hier. Kom straks wel, kom straks wel. Hanging fire! Hoi, ik ben een medic. Huis. Blijf schieten, jongens, gewoon blijf schieten. Contact Oost. Kijk uit de oude brug. Loopt er eentje ten zuidoostelijk. Kun jij even een stukje optrekken, kleine 50 meter? Ja. Pingwin, ben je stil of niet? Pingwin, even 100 meter optrekken zodat je met de rest in de linie bent. Dito van Outlaw, Glasman, blijf even bij mij. Ja, maar ik zag vijanden, ik blijf erop schieten. Pingwin! Kijk, als we straks in de linie zijn, is het makkelijk om naar voren te bewegen. What the fuck is dat? Smoke zeker. TWS, MG. Dat was een grote explosie. Man, 100 meters front. Bravo. Kunnen jullie bijdraaien richting compound in als een linie? Kun je dat laatste nog een keer herhalen? Oké, we gaan nu bounden. Bravo eerst, daarna Alpha. In de tussentijd de team die niet aan het bounden is, dekkingsvuur geven. Doelwit is de vermoedelijke locatie van de kolonel. Alpha, blijven schieten, blijf dekkingsvuur geven. Bravo, begin met rennen. Kolonel is dood. Waar heb ik de kolonel dicht? Oké, blijf staan. Langzaam terugtrekken. Tot we weer bij de auto zijn. Alpha, als je wat ziet, gewoon schieten. Archie, Trace, ik wil jullie weer in de voertuig hebben. Voertuig. Hier zo? Ja! Huh? Hier. Alpha, ik heb een IRV-3 aangemaakt. Kunnen jullie die kant op gaan? Bravo, dek jullie vertrek. Oké, RV3 is hier ten oosten. Er is lichtelijk haast bij geboden. Jullie blijven hier, jongens. Wij dekken. Oké, Alpha, richting noord. Go. Oké, zet hem iets voor hier links door de boom heen. Oh. Ja, dat dacht ik ook al. Oké, stop maar. Oké, de richting waar Alpha nu heen loopt, die volg je straks. Oké, bravo, okay. Wij volgen. Voertuig als laatste. Alpha, als je bij de oever bent, kan je die veilig stellen? Dan niet eerst observeren. Hier Alpha, we zijn aangekomen, we stellen de boel veilig. Archie, ruim het door tot aan de kust. Tot hier weer.
zeg kut dit. Maar... Shit. Dit wordt gewoon bounded de hele tijd. Fucking hell.